Ik had nooit verwacht dat ik in zo'n situatie terecht zou komen, heel eerlijk. Ik had altijd een beeld van ja, mensen die geen woning hebben, hebben een probleem, een financiële probleem of een emotionele probleem of weet je wel. Maar ja, dat blijkt dus dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Dat kan iedereen overkomen. Ja.